Welkom bij deze nieuwe video. Ik zie er weer geweldig uit. Ik ben echt net wakker. Het is 9 uur. Of ja, ik ben niet net wakker eigenlijk. Ik ben al wakker vanaf 6 uur. Vraag me niet waarom. Maar ik ga nu echt opstaan. Het is 9 uur en ik dacht ik ga weer vandaag een dagje vloggen. Ik heb jullie in mijn Spanje vlogs verteld dat ik het vloggen ook een beetje wilde aanhouden. Ook hier in Nederland. Dat heb ik niet echt gedaan. Dus ik dacht ik ga weer gewoon vloggen. Want ja, ik vind altijd vlogs maken heel leuk. En ik weet dat jullie het ook leuk vinden om te zien. Vandaag ga ik... Ik ga zo meteen sporten. Ik heb om 10 uur een sportgroepsles. Jullie hebben nou iets van girls. Sis, wanneer sport jij? Ja, ja, sinds een aantal weken sport ik. En ik heb een groepsles om 10 uur. Ik vind het wel fijn. Meestal zijn groepslessen in de avond. Ik vind dat niet zo fijn. Ik ben meer een ochtendmiddagmens. Dus ik ben blij dat het vandaag in de ochtend is. Dat is denk ik omdat het vandaag echt warm weer is. Het is vandaag echt like 28 graden of zo. En in de hitte sporten is niet echt een ding. Dus ik denk dat ze het vandaar hebben veranderd naar de ochtend. Maar ik ben daar dus echt heel blij mee. Dus ik ga me zo eventjes klaarmaken voor dat. Ik ga werken. Dit wordt een nieuwe groepsles voor mij. Dit is de groepsles Body Balance. Ik heb die workout nog nooit gedaan, die groepsles. Dus ik weet ook niet heel goed wat ik kan verwachten. Maar het is een uurtje van 10 tot 11. Dus ja, ik ben eigenlijk wel gewoon heel benieuwd. Ik ga jullie even laten zien hoe ik mij klaarmaak voor de sportschool. Ik heb ook gisteren gesport en dat was niet echt slim. Want nou heb ik overal spierpijn. Vooral mijn buik. Echt, ik heb echt hier bij mijn armen en mijn buik echt spierpijn AF. Dus ik hoop dat het mij niet in de weg gaat zitten bij de groepsles vandaag. But we will see. Ik neem jullie gewoon gezellig mee vandaag. Oké, hier is mijn sporttas. Ik moet ook echt even mijn bed opmaken. Ga ik zo doen. Wat ik altijd meeneem zijn mijn sportschoenen. Want je moet altijd andere schoenen daaraan doen. Je mag niet de schoenen aandoen die je buiten ook draagt. Ik heb hier mijn grote handdoek. Ik heb hier mijn waterfles. Die is van Cabau. Dit is echt een super mooie waterfles. De Cabau Born to Bloom waterfles. Deze is echt super mooi. Is van de Jolante Cabau lijn. En ik vind water echt heel vies. Dus ik doe ook altijd een scheutje van dit erin. En dan maken ze het wat lekkerder. Zo, fles is gevuld. Ik ga ook even een banaan eten. Ik ben geen ontbijtpersoon. Ik ontbijt nooit. Maar ik vind het wel fijn om iets te eten voordat ik sport. Want anders heb ik echt nul energie. Dus deze banaan heb ik letterlijk gisteren gehaald. Toen was hij helemaal geel. En nu is hij al een beetje bruin. Bananen worden zo snel bruin. Wat de F. Oké, dit is mijn sportoutfit van vandaag. Dit is van MKBM. Allebei. Deze top en deze legging. En dit is van de collectie van Faya Laurens. Die was te koop bij Kruidvat. Ik weet niet of hij er nu nog is. En hieronder gewoon een sport. Sport BH. Ik weet niet waar ik die vandaan heb. Ik heb echt geen idee. Ik denk H&M, but I'm not sure. Dus dit is nou wat ik vandaag aan heb voor de groepsles. Ik vind het altijd fijn om iets wijds aan te hebben met groepsles, want ja, dan val ik niet allemaal zo op. Oké, ik weet niet waarom, maar elke keer als ik naar een groepsles ga, ben ik altijd weer een beetje zenuwachtig of zo voordat ik ga, omdat je bent toch zo helemaal zo alleen. En deze groepsles is nieuw voor mij. En het is altijd een beetje awkward als je zo alleen bent in een groep, maar whatever, we're just gonna do it. 1 hour later. Daar ben ik weer. Ik heb net gedoucht, jongens. Deze groepsles was weer heavy. Ik had al spierpijn en morgen ga ik nog meer spierpijn hebben. Maar het is het allemaal waard om straks een mooi lichaam te hebben. Al doe ik het niet eens per se echt om een mooi lichaam. Ik doe het ook gewoon omdat ik gewoon wat beter in mijn vel wil zitten. En een betere conditie en zo wil hebben. Maar whatever. In ieder geval, het is nu 11:15. En ik ga nou werken. Ik ga een video maken. Ik ga een YouTube video maken. Ik ga een YouTube video maken waarin ik weer TikTok make-up hacks test. De video is misschien al online. Als die er al is, ik ga hem zeker even bekijken. Dus ik ga me nou even daarvoor klaarmaken. Het is vandaag echt iets van 28 graden. En ik hoop dat als ik wat vroeger in de ochtend de video zou maken, het nog niet zo heet zou zijn, maar de zon is echt al helemaal op en het is gewoon fully 27 graden of weet ik veel hoeveel. En ik film in de zolder en het kan er echt heet worden. Dus ik hoop dat het me gewoon gaat lukken en ik niet letterlijk ga wegsmelten. Want ja, deze video gaat ook wat langer duren omdat ik dus hacks test. En dat kost altijd wel wat tijd. Maar ja, we moeten gewoon door. Dus ik ga gewoon een video maken vandaag. Als je afvraagt hoe mijn werkplek eruit ziet, waar ik mijn video's maak, dat is dus hier. Hier film ik al mijn video's voor YouTube en Instagram en alles. En hier zit al mijn make-up. En hier zitten al mijn oogschaduwpaletjes. En dit is de achterkant die jullie altijd zien. Ik verander gewoon elke keer de doek van kleur. En dan heb ik heel de tijd een andere achtergrondkleur. Hoi! Hier zijn al mijn achtergronddoeken. Is er iemand die toevallig een loopband wil? Deze is echt geweldig. Hij is helemaal perfect. Maar aangezien ik nou naar de sportschool ga, wordt hij niet echt mee gebruikt. En ik wil hem denk ik gewoon wegdoen voor echt maar 100 euro of zo. Als je hem wil hebben, let me know. Je moet hem wel ophalen in Tilburg. Dat wel. Voor 100 euro mocht je hem willen. Hij is echt goed. Hij werkt gewoon. Hij is maar een aantal keer gebruikt helaas.
En hij was ook niet heel goedkoop. En hij is zo opvouwbaar, zeg maar. Dus heel makkelijk ook om mee te nemen. Dus mocht je hem willen, let me know. Stuur even een berichtje. En dan nu ga ik echt even vliegensvlug deze video maken. Want het is hier echt stikjes benauwd. Oh my gosh. Dus zometeen zie ik er iets beter uit. 2 hours later. Ik ben klaar. Ik zie er nou een stuk beter uit. I love deze make-up look. Dit is gewoon echt mijn everyday make-up look gewoon. Het is nu 12 minuten over 1. Ik heb nog niks gegeten behalve die banaan vanochtend. Dus het is tijd voor lunch. Oké, bestanden zijn aan het uploaden. Ik ga zometeen dus de video editen die ik net heb opgenomen. En ik ga ook lunchen. En ik hoef niet meer te vertellen wat ik eet slash drink voor lunch. Weer Y-Food Shake in de smaak Berry Choco. Ik heb hier al 100 keer over geraved. Ik hoef niet eens meer te vertellen. Dit is gewoon een maaltijdshake met echt superveel vitamine, mineralen, eiwitten, etc. 500 calorieën. En dit vult mij echt voor een aantal uur. Dus deze zijn echt geweldig. Deze drink ik echt elke dag voor lunch. Als je hem ook wil, ik zal informatie zetten in de beschrijving samen met mijn kortingscode. Die heb ik ook. En normaal, nadat ik heb gesport, eet ik ook altijd fruit. Maar dat heb ik nu niet gedaan, want ik ging gelijk een video maken. Maar deze wil ik ook nog eventjes eten terwijl ik edit. Dus dat is wat ik deze middag ga doen. Gewoon lekker werken, video's editen, et cetera. 1 eternity later. Oké, mensen, oh my god. Ik eet cakeje. Ik was net klaar met de editen. Mijn zus zou over een half uur hier zijn. En we gaan vanavond eten bij mijn oom, want hij is vandaag jarig. Dus ik had alles perfect gepland. Belt ze me nu net ineens op of ik over 1 minuut met haar mee kan naar een winkel of iets. Dus ik moet me nou even super snel aankleden. Het is echt warm. Dit is echt heel cute. Ik ga jullie laten zien. Kijk hoe cute het is. Het is echt het leukste outfitje ever. I love it. En dan met witte sandalen en deze witte tas. Super cute. Dan ben ik alvast aangekleed voor de verjaardag vanavond. Hallo? Ik ben aan het vloggen, dus alles duurt nu een uur. Wat is de gelegenheid? Niks. Oh, zomaar. We dragen nou allebei blauw. Ik ga jou doen in mijn vlog, want je bent vandaag mooi. Wauw. Wij zijn altijd zo extra gekleed voor niks. Ja, dat is een verjaardag. Ja, dat klopt. Is wel straks verjaardag. We hebben nou allebei blauw aan. We lijken een beetje op elkaar. Ik heb een snoepje gekocht. Ik ga echt stuk op mij. Ik hou altijd van dit soort onze snoep. We moesten geld ophalen, is het er gewoon niet. Dus we zijn helemaal daarheen gereden voor niks. Was niet heel ver, 10 minuten. Maar nou heb ik wel een snoepje kunnen halen. Nou is mijn zus eventjes bij de bakker naar binnen. En dan gaan we naar huis. En dan gaan we over een uurtje, denk ik, naar mijn oom toe, naar zijn verjaardag. Ik heb gewoon nu al zin in alle snacks. Ik ben zo een dikzak. Ik heb een pakketje van Shein. Ik weet begot niet eens wat ik allemaal heb besteld. Oh, dit is make-up voor een video. Mensen, ik heb deze make-up besteld. Die ga ik in een video review. Ik heb de nieuwe foundation, freckles pen en ook een kwast. Nee, mensen. Ik ben weer thuis. De verjaardag was gezellig. Ik had ook mijn familie echt al best wel een lange tijd niet gezien. Echt mijn ooms en iedereen. Dus ik vond het weer leuk om iedereen te zien. Ik heb lekker gegeten. Dus ja, was gezellig. Nou ben ik gewoon weer thuis. En het is nou einde van de dag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. En het leuk vonden om vandaag met mij mee te gaan. Het was wel gewoon een normale dag. Maar ja, dat is wat vloggen is. Gewoon ook gewoon normale dagen. Let me know of jullie dit soort video's leuk vinden. Beneden in de reacties. En dan zal ik zeker vaker gaan vloggen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!